Stel je hebt fx is gelijk aan x tot de macht 3 keer 2x kwadraat. Nou, je zou het vermoeden kunnen hebben, net als bij de som of de verschilregel. Als ik twee functies met elkaar vermenigvuldig, dan is de afgeleide gelijk aan het product van de afgeleide van die twee functies. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, x tot de macht 3, de afgeleide daarvan is 3x kwadraat. En dat keerteken neem ik over en 2x kwadraat ga ik ook differentiëren. 2 keer 2 is 4 keer x tot de macht 1. Nou, dan kan ik dat samenvoegen tot 12x tot de macht 3. Dat is het vermoeden wat je zou kunnen hebben. Nou, je zult er al vrij snel achter komen. Ik zet er ontzettend snel een rood kruis doorheen. Dit is ontzettend fout. En dat kan ik ook heel makkelijk bewijzen dat dit fout is. En dat komt omdat ik deze twee functies kan samenvoegen. X tot de macht 3 keer 2x kwadraat kan ik gewoon van maken. Dat is 2x tot de macht 5. Want als de grondtallen gelijk zijn, mag ik de exponenten optellen. En zo kan ik vrij snel zien dat ik bij de afgeleide moet uitkomen op 2 keer 5 is 10 keer x tot de macht 4. En dit is natuurlijk niet gelijk aan 12x tot de macht 3, wat hierboven uitkwam. Dus zo kun je voor jezelf in ieder geval begrijpelijk maken dat de productregel niet zo eenvoudig zal zijn als de som- en de verschilregel. Nou, ik ga de productregel bewijzen. En dat ga ik weer doen met behulp van limieten. Dus kijk weer goed mee. De productregel, stel je hebt een functie px, ik kies de p, want dat is de eerste letter van het woord product. En dat is het product van fx en van gx. Dus je krijgt fx keer gx. Nou, dan is p accent x gelijk aan. En nu ga ik de limietdefinitie gebruiken voor het differentiëren. Die zegt de limiet van h gaat naar 0 van px plus h. Je bent er misschien gewend met fx, maar nu werk ik met px. Dus nu krijg je niet fx plus h, maar px plus h min px gedeeld door h. Nou, dan ga ik ook weer een stap verder. Dan ga ik zeggen de limiet van h gaat naar 0. Waar is px gelijk aan? Nou, fx keer gx. En daar ga ik x plus h invullen. Dus je krijgt de f van x plus h keer de g van x plus h. Min, nou, px is dus gewoon gelijk aan fx keer gx. En dit doe ik ook weer delen door h. Nu komt waarschijnlijk de lastigste stap van het bewijs. En de stap waarbij ik zelf vooral bedenk, ja, hoe heeft iemand dit dan ooit bedacht? Nou, ik heb er wel een idee over, dus kijk goed mee. Ik ga het weer overnemen, fx plus h, gx plus h. Maar nu ga ik iets doen. Ik ga hier iets van afhalen. Ik ga ervan afhalen fx keer gx plus h. Ja, dan zul je natuurlijk denken, ja, dat mag je helemaal niet, want dan verander ik het. Oké, prima, dan tel ik het ook weer erbij. En ik hoop dat je met me eens bent dat het, ja, dat het nog steeds hetzelfde is. Want ik haal het niet alleen ervan af, ik tel het ook weer erbij. En ik neem dit nog steeds even over. Die min fx keer gx, die moet ik natuurlijk nog eventjes overnemen. En dit hele stuk, dat ga ik delen door h. Nou, hoe heeft ooit iemand bedacht dat ik dit nou moet gaan doen? Nou, het heeft ermee te maken dat doordat ik dit kies, ik bij beide stukken een gemeenschappelijke factor ga creëren. En dan zul je zeggen bij beide stukken, ja, daarvoor ga ik het eerst uitsplitsen. Dus je krijgt de limiet van h gaat naar 0 van fx plus h keer gx plus h min fx keer gx plus h, dus dat stukje wat ik net had toegevoegd, gedeeld door h. Een van de regels voor limieten is dat ik dat ik bij een plus of min, dat ik dan daar twee aparte limieten van mag maken. Dus ik maak hier ook nog van plus de limiet van h gaat naar 0. En nu krijg ik dat andere stuk fx keer gx plus h min fx keer gx gedeeld door h.
dat rode en dat groene stuk is dus eigenlijk toegevoegd om bij beide termen die ik hier heb een gemeenschappelijke factor te creëren. Kijk maar eens goed wat er hier bij de linkerterm geldt. Je ziet dat hier gx plus h staat. En hier staat ook gx plus h. Dus de factor gx plus h die komt precies voor bij de linkerterm. Fx die komt precies voor bij de rechterterm. En die gemeenschappelijke factor die gaan we nu in de volgende stap buiten haakjes halen. Nou, als ik dat doe, dan krijg je binnen de haakjes, hou je eigenlijk de rest over. Je houdt hier over fx plus h min fx, dit allemaal tussen haakjes, keer de gemeenschappelijke factor, de g van x plus h. En dat doe ik delen door h. Werk maar voor jezelf de haakjes weg, dan moet ik beide termen met gx plus h vermenigvuldigen en dan staat er nog steeds hetzelfde. Nou, dat ga ik aan de rechterkant ook doen. Dus ik krijg hier plus de limiet van h gaat naar 0. En nu ga ik fx buiten haakjes halen. Dus je schrijft hierop fx. En dan krijg ik binnen de haakjes weer de rest, de g van x plus h. En dan krijg je hier ook nog min gx gedeeld door h. Nou, we zijn er bijna. Nog twee stappen. Wat kan ik nu doen? Ik kan nu nog een stap verder uitsplitsen. Nou, dat heeft te maken met de vermenigvuldigingsregels voor limieten. Maar ik mag nu zeggen, dit is de limiet van h gaat naar 0 van fx plus h min fx gedeeld door h. Dat is dus eigenlijk de eerste factor die ik hier heb. Dus dat zal ik even aangeven. Ik ga nu uitsplitsen in deze en deze factor. En dat ga ik aan de rechterkant ook doen. Die factor en die factor. Je krijgt nu dat ik dus vier keer limiet moet opschrijven. Want dat is dus hetzelfde als dat ik de limiet van h naar 0 laat gaan van gx plus h. Plus, nou, nog een keer, de limiet van h gaat naar 0 van fx krijg je dan keer de laatste factor, de limiet van h gaat naar 0 van gx plus h min gx gedeeld door h. En nu geldt er wel iets supermoois. Misschien dat je het al herkent. Maar dat hele stuk wat hier in het begin staat, die allereerste factor, dat is gewoon de limietdefinitie van de afgeleide voor de formule van f. En dat betekent dat ik dat mag vervangen door f accent x. En wat gebeurt er als ik h naar 0 laat gaan in het limietgeval bij gx plus h? Ja, zolang h maar steeds dichter naar 0 toe gaat, gaat het antwoord van deze limiet steeds dichter naar gx toe. Want die h die is steeds meer te verwaarlozen. Dus dit is in het limietgeval gelijk aan gx. Plus, nou, bij deze functie komt de letter h niet eens voor. Dat betekent dat uiteraard gewoon gelijk is aan fx. En hier staat de limietdefinitie van de afgeleide, maar dan met de functie g. Dus dit wordt g accent x. En dat is het bewijs van de productregel. Dat is de reden dat als ik een product moet differentiëren, fx keer g accent x. Nou, eerste voorbeeld. Stel je hebt de functie px is gelijk aan x tot de macht 4 plus x kwadraat plus 5 keer 2x tot de macht 3 plus 3x min 4. Het zou veel werk zijn om de haakjes eruit te werken. Dan zou je 3 keer 3, oftewel 9 termen krijgen, alles bij elkaar moeten optellen en dan alles apart differentiëren. Ik kan nu dus ook de productregel gebruiken. Nou, de productregel zegt, nou, het eerste wat ik ga doen is de afgeleide bepalen van de eerste factor. En wat kan ik altijd als tussenstap doen? Als ik de afgeleide moet bepalen en ik wil het niet direct doen, dan kan ik het tussen vierkante haken zetten en met een accentje. Ik geef er dus eigenlijk mee aan, van de eerste functie, van de eerste factor hier in dit geval, ga ik de afgeleide bepalen. Keer. Nou, en de tweede functie, die neem ik volgens de productregel over. Dat betekent dat je dit hier, deze functie hier,
dus eigenlijk moet zien als fx. En die andere zal ik ook met een andere kleur aangeven. Dit moet je dus nu zien als gx. Nou, en als ik dat gedaan heb, dan krijg je plus, nou, fx neem ik over, dus die x zit er nog 4, plus x kwadraat plus 5. Die neem ik nu over, keer de afgeleide van gx. Dus de afgeleide van 2x tot de macht 3, plus 3x min 4, schrijf ik weer met een accentje op. Nou, wat is de afgeleide van die eerste term? Nou, dat is gelijk aan 4x tot de macht 3, plus, en dan krijgen we natuurlijk 2x, keer 2x tot de macht 3, plus 3x min 4, plus, nou, x tot de macht 4 plus x kwadraat plus 5 neem ik over. En de afgeleide van de allerlaatste factor, dat wordt dan 6x kwadraat plus 3. Nou, je hoeft er de haakjes niet uit te werken en je had ook direct naar deze regel kunnen gaan. Die tussenstap waarbij ik met vierkante haken werk, die is dus alleen handig als je soms wat lastigere functies moet differentiëren als tussenstap en je weet niet direct wat dat is. Dan geef je jezelf even de mogelijkheid om dat wellicht zelfs op een kladblaadje uit te rekenen en dan netjes verder te gaan. Tweede voorbeeld. Stel we hebben qx is gelijk aan 3x plus 7 in het kwadraat. Wat is hier de afgeleide van? Nou, je kunt hiervan maken 3x plus 7 keer 3x plus 7. En je kunt hier natuurlijk de haakjes uitwerken, maar ik ga nu de productregel gebruiken. Nou, de afgeleide van 3x plus 7, dat is 3. Dus je krijgt hier 3 keer 3x plus 7. En je krijgt hier plus, nou, dan ga ik de eerste laten staan, 3x plus 7 keer 3. En je ziet dat er eigenlijk twee keer hetzelfde voorkomt. Dus je krijgt 2 keer 3 keer 3x plus 7. En dat is dus gelijk aan 6 keer 3x plus 7. Nou, hier kun je wel nog de haakjes uitwerken. Dat is op zich vrij snel gedaan. Dus hier kan ik van maken 18x plus 42. De regel die ik hier heb opgeschreven, die heeft heel veel te maken met de kettingregel. Dit is eigenlijk een goede voorbereiding daarop. Nou, en daarvan ga ik in mijn volgende video het bewijs geven en ook een aantal voorbeelden oefenen. Hopelijk heeft deze video jou geholpen.